Henk, je bent altijd agrariër geweest eigenlijk, hè? Ja. Koeien, varkens. En nu zo bedrijfsleider van zo'n bedrijf. Hoe heb je dat gedaan? Ja, het was hier eerst van ons, heb ik zelf opgebouwd, zeg maar. Ik had ook pluimvee, maar kleinschalig. En op een gegeven moment kreeg je een leeftijd, dan moet je wat aan. En toen kwam dit op de weg, dat is nu bijna 3 jaar geleden dat het begon. En dat paste me en ik dacht, en dat ga ik doen. Dus de bedrijf is dan overgenomen door het Anker. En dan met allerlei afspraken, als de vergunnings kwamen, werd er gebouwd en was het overgenomen. En dan zou ik bedrijfsleider worden. Henk, ik weet niet wat ik zie. Toen ik hier binnenkwam, een van de modernste pluimveebedrijven van Europa misschien? Misschien wel bijna, ja. Het is helemaal van het nieuwste. Nieuwste systemen, nieuws doorontwikkeld. Wat ze al jaren mee bezig zijn. En daar blijven ze mee aan de gang. Ook goed voor het milieu, wat heel belangrijk is. Ook om dan de vergunnings te krijgen en zo. En ook de beesten zelf. En voor jezelf, dat het veel beter voor je is. Weinig stof, zeg maar. Ammoniakuitstoot bijna niet meer. En dat is voor de mens en beest gezond, zeg maar. En zo proberen we een goede kip te kweken. Die onderhand goed eieren legt en zo. Ze komen hier, hoe oud zijn ze dan? Eendagskuikens, noemen ze dat. Als ze vanmorgen uitkomen, dan komen ze vanmiddag. Ja. Ja, dat kun je dan ook allemaal sturen tegenwoordig. Ja, in de broederij. Ze hebben wel eens gedaan een nacht over laten staan in die bakjes. Maar dat hebben ze proeven genomen. Even eerder wegdoen is beter voor het kuiken. Ja. Ja. En zitten hier alleen vrouwtjes of ook mannetjes, haantjes? Vrouwtjes, maar ook haantjes. Dat zijn moederdieren. Oftewel ouderdieren. Die onderhand broedeieren moeten gaan leggen. Hoeveel weken zijn ze hier? Ongeveer 17 weken. Dat is de mooiste leeftijd. Want dan begint de ontwikkeling. De eieren begint te ontwikkelen. En het moet niet zo wezen met transport. Dat de kip al begint van binnen. Want dan beschadigt dat. Ze zitten er nu natuurlijk heel veel op elkaar. Hè? Het zijn hele kleintjes. Maar dat wordt natuurlijk groter. Ja. Kan dat hier in deze hokken? Ja, dan doen we de voorhekjes los. Noem of even zo, dan kunnen we er goed bij. En als ze helemaal omhoog zouden doen, zie, dan springen ze er nu al uit. Ja, snap je? Dat kan. Ja, nee, zo'n systeem is dat. En ook nog een keer midden zitten. Zie, daar zie je een hekje zitten. Uiteindelijk. Allemaal kooitjes. Maar we doen, als de kuikens komen, doen we gewoon per 2 kooien. Dat vinden we makkelijker. Ja. En als ze nog groter worden, dan hebben ze ook 10 kooitjes aan elkaar los. Dan kunnen ze heen en weer hollen. En als je dan controle doet, dan lopen ze een beetje weg. Dan kun je alles goed zien. Of er een dooier ligt of wat andere verkeerdigheid is of zo. Daar is dat voor gemaakt. Er zitten ook stangen. Die gaan uit. Dan kunnen ze op de stangen springen. Oh. En dan gewoon boven de hekken ook los. En dan kunnen ze van die stangen boven in de kooien springen. Ze blijven ongeveer 3 weken hier zo. En dan gaan ze naar onderen. En als ze 6-7 weken ben, maken ze ook naar boven. Zeg maar zeggen. Als ik het zo bekijk, dan denk ik, heb je er nog wel werk mee? Dat nog wel. Het heeft veel controle nodig, hè? Die beesten, ze kunnen ziek wezen. Je moet streng selecteren. Als er iets aan markeert, weg. Want anders, als ze gaan leggen, die broedeieren, dan nemen ze die ziekte of wat ze dan ook hebben mee. Zie? Ja. Al die, en dat willen ze niet. We willen maar blief aan het selecteren. Dus elke dag de langes? Ja, wat 2-3 keer hoor. Ja. Er is nu een hele hoge temperatuur hier, blijft dat? Nee, we beginnen met 36 graden en dan bouwen we elke week af dat we teruggaan naar ongeveer 20 graden. Maar dan ben ze 3-4 weken. Ja. En als ze weggaan, waar gaan ze dan naartoe? Dan gaan ze naar een boer die het alleen legkippen. Dat is ook wel een volière systeem, maar dan op kippen, dat ze ook de eieren kunnen leggen, dat de eieren wegrollen. Dan komen de eieren op de band, dan komen ze zo naar voren toe
En dan waren ze netjes opgestapeld. En dan komen ze halen. Dan gaan ze naar de broederij. En dan werden ze alles weer in bakken gedaan. In speciale broedbakken. En dan gaan ze de broederij in. En dan gaan ze broeden tot ja, ongeveer 3 weken. En dan komen ze eruit. Ja. En dan komen ze weer hier? Nee, nee. Nee, die daaruit komen, dat ben echt de consumptie eieren legkippen, zeg maar. Ja. Juist. Maar wat is hier zo speciaal aan? Hè? Dat het nog niet zoveel in gebruik is. Ja, dat komt ook door de doorontwikkeling. Dat heel weinig stof uitstoot. Heel weinig ammoniak uitstoten, waar ze heel erg op in. In het verleden, die nippeltjes, in het verleden gaven ze veel meer water. Zie je? En dan was het wel eens moeilijk om de mest droog te houden. Maar die ontwikkelingen gaan door op alle terrein, zeg maar. En zodoende komen ze tot hier, dit systeem. En alles een beetje in het groot, mestopslag. Mest gaat direct het hok uit. Als het direct het hok uit, dan krijg je niet zo'n ammoniaklucht. Nee. Ammoniaklucht komt als de mest blijft liggen. Dan komt er ammoniak. Dus binnen 4 à 5 dagen moet de mest eraf. En waar gaat dat heen? Dan even een mestloods achter. En dan gaat het met banden. En weer andere banden gaat het naartoe. En zo gauw de 17 weken de hennen weggaan, gaat de mestloods ook leeg. Dat is een speciaal. Die mestloods wordt ook belucht. Dat doet de mest droog. Droog is droog, wordt nog droger. En dan krijg je ook niet zo'n ammoniak uitstoot. Nee. Daar is het voor. Ja. Hoeveel kunnen er hierin? Ongeveer 60.000 ja, kunnen erin. En we hebben er nu kom ik op 48.000. Maar dat komt, oude dieren, die boeren, die stallen zijn niet groter. Snap je? En daardoor heb je altijd verschillende aantallen. Oh. Ja, dat kun je niet precies krijgen. Nee. Je kunt niet precies, want je hebt boeren, die hebben 45.000 kippen. Je hebt ze die 50 of ze hebben 60.000 legkippen. En daar komen ze hier in. Dat ze erin kunnen, zeg maar. En daarom over aanpassen op de aantallen van die boeren waar ze heen gaan. Ja, ja. Maar moederdieren heb je niet zoveel bedrijven van. Want één moederdier, die brengt ongeveer 100 henkuikens. Oh. In die periode dat die legt. Ja, ja. Ja. Nu heb Beek Montage, heb het gebouwd. Ja. Wie zijn dat? Ja, dat is ja, een soort aannemer, zeg maar, die stallen bouwt. Daar is zijn eigen mee begonnen. Zelf heeft hij ook nog kippen. En zodoende is hij daarin gerold en steeds gaan groeien. En toen is hij aanraking gekomen, ook met het anker. De anker had eerst ook andere aannemers en zo. Hier heeft hij het goed gedaan, naar hun zin. Dus hij zei, hij mag bij ons ook inschrijven. En dat kreeg hij en dan is hij daar aan bouwen. Maar Henk, nu vertelde je straks wel iets over de stikstof en zo. Wat is nu met dat klimaatverandering, hebben ze het over natuurlijk. Ben je nu niet bang dat je straks weer alles weg moet doen? Nee, nu nog niet. In het verdere toekomst weet je natuurlijk niet. Maar nu in de eerste instantie is helemaal naar de eisen des tijds. En dan mag je wel door. Vroeger had je batterijkooien. Ja. Ook weer heel anders. Dus dit is heel anders, daar moet je echt mee leren werken. Maar ik word helemaal begeleid door het anker. Ja. Ja, ik vind het prachtig om te zien, echt waar. Ja, dat is mooi. Ja, dus, maar ja, het kan natuurlijk komen dat het nog veel erger wordt. Hè? Dan weet je het natuurlijk nooit zeker. Maar voorlopig niet. Voorlopig is dit goed. Ja, allemaal. Het systeem is ook goedgekeurd. Weet je, hoor wel eens, dan hebben ze weer wat, zeg maar, dat stikstof tegenhoudt of uitstoot. En dan werd het systeem toch weer afgekeurd. Maar dat is dit niet. Dit is echt goedgekeurd, dus hier mag je mee verder.